100 meter nog. 50 meter. 30 meter. Start gevallen. De paarden zijn gestart en het is na de start is Indy Starlake die de leiding heeft genomen. Indy Starlake die pakt de kop met Jaguar van Assem dichtbij. We hebben dus twee favorieten al in het front in de openingsfase van de koers. Guvo Greenwood ligt op de derde plaats, opereert aan de binnenzijde van Haley Vredebest. Daarachter volgt dan Kakimom, zo zijn de paarden halverwege de eerste bocht. En wat verder weg hebben we dan Racing in Time. En zo komen de paarden dan de bocht door op weg naar de rechterlijn voor de tribune. Jannie van Tim aan de wijde buitenzijde. Dan Illimani Montana. De laatste van het peloton is Jasmine Dragon. Deelnemers zijn in de rechterlijn. Het is een gesloten formatie. Aan de leiding gaat Jaguar van Assem. Die bepaalt zijn eigen tempo. We gaan kijken of er nog kandidaten zijn om de koppositie over te nemen. Ik zie Rob de Vlieger aan de wijde buitenzijde met Jannie van Timmen mooie tussensprint maken. En waarschijnlijk is dat inderdaad om de leiding over te nemen. Dat gaat nu ook precies gebeuren. Jannie van Timmen voor de tribunes heeft een lengtevoorsprong. Tweede plaats voor Jaguar van Assem. Zo gaat het gezelschap de laatste ronde in. In derde positie volgt Haley Vredebest. Vierde aan de binnenzijde in die Starlake. Zo gaan we de Klingendaalbocht in. Verder weg Kakimom met daarachter Racing in Time en Guvo Greenwood, Gerson Boko. Dan Illimani Montana en Jasmine Dragon is nog altijd de hekkensluiter. Als de deelnemers dan de laatste 1000 meter ingaan. En Jannie van Tim nu anderhalve lengte voorsprong heeft op Haley Vredebest. Daarachter volgt aan de binnenkant Jaguar van Assem. Dat zijn de eerste drie op dit ogenblik waarbij Kakimom aan de buitenzijde sterk naar voren komt. Jos Verbeek. Le Diable Belge, zoals ze hem noemen in Frankrijk, die heeft hier een koppositie overgenomen nu van Jannie van Tim. En zo gaan de paarden dan richting laatste bocht. Kakimom, Jannie van Tim. Daarachter volgt dan in derde positie Haley Vredebest. Daar komt ook Racing in Time. Jaguar van Assem, die ligt nu in de snoeker. Dan Illimani Montana, die opkomt. Dan Indy Starlake, die ook nog een bergje te verzetten heeft. Verder weg in het veld dan Jasmine Dragon, Guvo Greenwood, Gerson Boko. Zo zijn we dan halverwege de laatste bocht en leidt Kakimom. Die leidt ze richting laatste rechte lijn en dan nu nog 400 meter. Uitgeschakeld nummer 9 galop. De 9 Kakimom maakt de galopade en wordt daarvoor uitgeschakeld als de deelnemers dan in de rechte lijn zijn. Nou, we zijn dan in die finale fase en dan moet alles eromheen en ertussendoor. We gaan dan de laatste 200 meter en daar komt Racing in Time naar voren, maar die maakt ook een galopade. Aan de buitenzijde wordt Illimani Montana onze nieuwe leider. Uitgeschakeld nummer 10, Illimani Montana, galop. Die zal de overwinning op gaan eisen. Jasmine Dragon komt nog naar voren. Illimani Montana, Jasmine Dragon en Indy Starlake tikt als derde af. Emotionele, tumultueuze finishfase.